Lenny, junior reporter van VIPS TV. En vandaag zijn we bij de nieuwe première van The Lost City. En ik heb er super veel zin in. You led me straight to the Lost City. Now, prepare to die. There were just hundreds of snakes in this temple just waiting for us to show up. What? Why aren't they biting that guy? This is ridiculous. Delete. 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 Deze film zit natuurlijk vol met avontuur, maar heb jij wel eens een keer een groot avontuur meegemaakt? Ik ben eens een groot avontuur. Ik maak heel veel toffe avonturen mee. Zo sta ik de ene keer in een arena vol met heel veel mensen. De andere keer sta ik op een hele toffe filmset. Dus eigenlijk mijn leven is één en een avontuur. Oeh, goede vraag. Welk groot avontuur heb ik wel eens beleefd? Ja, ik heb niet zo lang geleden gedoken met dolfijnen en zo, dus dat was echt te gek. In de zee hebben we zo'n boot genomen waar we eerst dolfijnen zagen, walvissen zagen. Ja, dat was echt wel een avontuur op zich. Ik ben ooit een keer achterna gezeten door 8 wilde honden in de jungle van Thailand. Ja. Of jungle, het was meer een bos, maar dat was wel eng. Ik kom altijd beesten tegen in het bos. Ik ben zelf een soort bosnimf. En alle dieren, konijnen, vossen. Kijk maar bij Instagram, die vos. Ik heb 3 vossen in de tuin. Ieder dier bezoekt mij. Oeh, hebben wij samen ook wel eens avonturen meegemaakt? Wij hebben heel veel avonturen meegemaakt met z'n tweeën. Maar we hebben vandaag nog een avontuur. Wij hebben met z'n tweeën 24 uur in een hotelkamer overleefd. Zonder eruit te komen. Ja. En dat is zwaar, hè? Dat is niet makkelijk. Een groot avontuur. En misschien denk ik toch wel op vakantie, want ik ben best wel avontuurtjes. Ik hou heel erg van om veel verschillende dingen te doen. Bijvoorbeeld snorkelen of zo vind ik heel leuk. Ja, ik denk dat toch wel een beetje een groot avontuur is. Laat na een première met Veronique uitgaan. En daarna naar huis toe en dat de trein niet meer reed, dat was wel een heel groot avontuur. Ja. En bij jou? Met mijn uitgaan? Nee, jouw grote avontuur. Ik denk dat ik wel meerdere keren in de middle of nowhere ben beland, dat inderdaad de trein naar onder gaat. Ja, ik zou zeggen, het is een charming avontuur dat je in een villa zit met allerlei mannen, dat je niet weet wat er gaat gebeuren. Gelukkig loopt het wel beter dan The Lost City, heb ik het idee, maar dat gaan we zien. Daarnaast hebben we de laatste natuurlijk Zwitserland meegemaakt. Gewintersport is ook een heel groot avontuur. Heel leuk gesnowboard en ook sprongetjes gemaakt in het windpark, dus ook een heel groot avontuur. En deze film gaat natuurlijk over dat ze een boek schrijft en dat het op een gegeven moment waar wordt. Maar wat zou jij doen als dat bij jou zou gebeuren? Als een boek wat ik schrijf waar wordt? Ja. Dan zou ik een heel leuk boek schrijven, zodat ik blij ben als het uitkomt. Goeie vraag. Ik zou heel erg bang zijn. Ik heb best wel een rijke fantasie, dus ik denk dat ik een mooie heb. Ja, is dat dan alsof je dromen tot waar komen, zeg maar. Best wel leuk, maar ook wel eng of zo, omdat het gewoon onwerkelijk is, snap je? Als je hem schrijft, weet je dan niet van tevoren dat het uitkomt, of weet je dat wel? Dat weet je niet van tevoren. Nou, dat lijkt me dus wel eng. Als jij een boek schrijft en je gaat van een heel bizar verhaal, zodat iemand wordt vermoord of zo, dan komt eruit. Ja, best wel eng inderdaad. Ja, maar wordt het dan goed of wordt het dan slecht? Dat gaan we zo meteen zien, denk ik. Gaan we dat zo zien? Listen, Loretta, we need you to promote your new book on The Lost City. You can't spend your life in the bathtub drinking Chardonnay with ice. Ladies and gentlemen, the world's sexiest cover model, Dash McMahon! You do know you're not Dash, right? Dash is a character I made up. Dash! Oh my god. Miss Sage, I enjoyed your book about the Lost City, and I believe you're the one who can help me find its treasure. I have to respectfully decline. I'm afraid I must insist. Unchain me! That's your seatbelt. Loretta Sage is missing. I'm gonna rescue her. I just want her to think of me as more than a cover model. Let's start living dangerously. Alan, what are you doing here? We're here to save you. I'm certified CPR, I'm certified CrossFit. I have snacks. Off to them! This is like your book. We're on a Love, More, and Dash adventure right now. I'm gonna help you out a little bit. Let's go. What are you doing? Don't do that. Go. Oh, come God, on. Get out of there. This is not a romance novel. Jungles eat people like us. Hey, what is that? Get it off. Please. I can feel him sucking my soul. Ripping like a bandit. Hold on, man. That's how. Feels like there's more. Holy Mother of God. It's just sucking on my butt like a big old Jamba Juice. Wat vonden jullie van de film? Ja, heel leuk. Heel leuk. Vermakelijk.
actie, humor, goed geacteerd, perfect. Precies wat ik nodig had. Ik vond de film echt fantastisch. Ik heb enorm gelachen en eigenlijk precies wat ik had verwacht van de film, dat is ook gewoon gebeurd. Gewoon super tof. Uiteindelijk ben ik echt wel prettig verrast. Het is een beetje een oud concept natuurlijk, comedy meets action. Maar het was echt leuk, ik ben echt geboeid. Ik had wel heel vaak de trailer gezien toen ik naar de bios ging. Dus ik dacht van, oh, dat is echt een film waar ik naartoe wilde, maar ik had het niet zo leuk verwacht. Als je de film een cijfer zou moeten geven, wat zou dat dan zijn? Omdat het beste kan. Een cijfer? Oh, goeie. Ik denk toch wel een dikke 8 hoor. Ja, zeker. Ja. Nou ja, ik hou echt heel erg van films waar je gewoon de hele tijd kan lachen. Dus als je daar ook van houdt, dan is het zeker een goede aanrader, ja. We're so close. I could actually find the lost city. If I don't get to this island, my friend and her cover model are going to die. I am driving. Loretta Sage, getting you out of here. Why are you so handsome? My dad was a weatherman. Hey, whoa, she doesn't need saving in there. Okay. What are you doing in there? Tot zover deze reportage. Ik vond de film super tof en ik geef hem dus ook 5/5 sterren. Het is echt een hele humoristische film. Nou, like en abonneer en tot de volgende keer. Doei!